In het laatste item gaan we spreken met twee mensen. Straks komt er nog iemand van het KPN Red Team, een echte ethische hacker. Maar we willen natuurlijk ook nog even de paas van het beestenspul zien. Want zo'n Cyber Security Information Office heeft ook een paas. En die is hier sinds 2012 aan de slag. Ze heeft ook bij Verizon gewerkt, KPN Telecom. En in 1998 werkte ze al tot 2002. Ze kwam hier terug en heeft eigenlijk het hele kantoor opgezet. Nou, ik zou zeggen, Jaya Baloo, kom er even bij. Nou, hartstikke leuk, dames en heren. Ik heb op mijn eigen programma een paard van Trojans geweest, dus ik ken er eigenlijk al. Maar we hebben vandaag dus hier bij KPN zelf een heel programma gehad. Allerlei cybersecurity onderwerpen hebben we doorlopen. We zijn begonnen met beleid, we gaan monitoren, we hebben een CERT-team, we gaan ook forensisch veiligstellen, we hebben nieuwe producten, privacy, al dat soort dingen. Maar waar gaat het nou uiteindelijk om? Om wat voor soort aanvallen moeten wij nou denken als we denken aan cybersecurity? Voor wie moeten we nou uiteindelijk bang zijn? Ja, het is grappig, want je hebt mij geïntroduceerd dat ik er 2 jaar geleden begonnen was. En ik was begonnen omdat wij toen een hack hadden, eigenlijk de grootste die KPN ooit had gekend. Ja. En dat kwam uit een 17 jaar oud jongen die echt gewoon bezig was om te kijken wat zou ik kunnen vinden als ik even een reeks IP-adressen even scant. Ja. En dat categorie hackers, die zijn opportunistisch, die kijken gewoon wat lukt het. En dan op basis van wat lukt gaan ze een stapje verder, een stapje verder, een stapje verder. Het is echt een andere categorie dan de targeted aanvallers, die echt heel duidelijk opricht zijn op één doel, één target, één soort aanval, of juist een target en whatever de aanval, wat wij tegenwoordig ook advanced persistent threats noemen. Ja. En dat kan statelijke actoren zijn, het kan ook andere bedrijven zijn. Het kan mensen zijn die uit zijn op bepaalde intellectual property van andere bedrijven of weten hoe de koers gaat doen. Okay. Dus we zijn bezig om spionage, uiteraard, maar dan van een bedrijfsperspectief zowel als een statelijke actorenperspectief. Mm. En wat dat betekent is dat die maatregelen dat wij moeten nemen zijn dusdanig anders, omdat die aanvaller heeft veel meer middelen en verschillende methoden en tactieken dan de aanvaller die gewoon wat uitprobeert. Ja. Nou, laten we beginnen bij de statelijke actoren. We hebben bij de monitor hebben we al gehad over van hey, er komt shit uit het voormalige Oostblok, uit Roemenië of uit Rusland. Nou, even op China gehad. Maar uit Amerika, de NSA was ook een soort wake-up call. Wat heeft dat met jullie gedaan? Ja, de Snowden Revelations. De Snowden Revelations. Nou, ten eerste, het geeft ongeveer iedereen die in de security werkt wel een baan voor de volgende paar jaar, denk ik. Oké, dat is dan weer goed. Dat is goed nieuws. Voor de mensen die dit. Maar ja, weet je, wij wisten altijd van de gewaren. Wat Snowden heeft gedaan, dat heel duidelijk gemaakt aan een bredere publiek. En weet je, een van de redenen dat we zijn begonnen met de Blackphone is ook oorspronkelijk om alleen maar onze eigen boardroom te beschermen. Ja. Ik wilde het eigenlijk alleen voor interne gebruik. En het was heel toevallig. Phil Zimmerman ken ik van mijn 22e. En ik had hem aan de lijn voor... Een van de co-founders van Silent Circle. Van Silent Circle, ja. En de maker van PGP. Ja. En ik had hem gewoon aan de lijn om te kijken, hey, wil je komen spreken op de KPN Guest Hacker Program? Dat is een interne awareness ding dat wij maandelijks doen. En toen ik hem aan de lijn had, en zei hij, Jaya, you gotta check this out. It's really cool. I'm working on this great project. En ik zei, ja, dat ga ik doen. Maar uiteindelijk was het echt puur toeval. En we waren ook bezig om te kijken hoe beschermen dat corporate laag. Weet je, dat is dat C-level suite. En dan ook mergers en acquisitions en dat soort onderdelen van het bedrijf. En toen gingen we kijken naar Blackphone. Daarna kwam Snowden uit en dan was het nog belangrijker, maar dan was het ook duidelijk dat er een veel grotere behoefte was. Niet alleen onze boardroom, maar alle boardrooms. Gewoon delen van, niet alleen Nederland, maar van de bedrijfsinfrastructuur die wereldwijd dit soort dingen heeft. Dus de eerste business opportunity die jullie zagen met de Blackphone was ook andere bedrijven mee te helpen? Ja. Okay. Want andere bedrijven, die kun je helpen, maar die zijn dus eigenlijk ook actoren waar je in zekere zin voor moet vrezen, cyberspionage en dat soort dingen. Uiteraard. Ja. Industrial espionage, denk ik, is een heel duidelijke business case, zeg maar. Want kijk, Uiteindelijk komt het op neer dat alle bedrijven zijn kwetsbaar. Simpelweg gezien de complexiteit van de hardware-software vendors waar ze van afhankelijk zijn. We zijn er allemaal van afhankelijk. Dus betekent dat ook als je je best doet met patches en updates, et cetera. Het is mogelijk dat je altijd toch één stap achterloopt. Ja. Ten opzichte van een cybercrimineel die gemunt is over jouw corporate data. Dus voor dat soort bedrijfsespionage gerelateerde dingen moet je heel duidelijk hebben wat soort business case je kan tegen dat soort enemies neerzetten, zeg maar. Ja. Maar ik zie ook bepaalde trends daarin. Hè. Toen je aantrad als Chief Information Security Officer was het vooral de KPN-hack, wat groot nieuws, wat echt alle alarmbellen je deed doet rinkelen. Hoe zijn die 2 jaar eigenlijk de security awareness veranderd qua richtingen? Van... Wat veranderd is in die 2 jaar is, we hebben een team bij elkaar verzameld waar ik zo ongelooflijk trots op ben. Ja. En we hebben werk verricht in de Security Operations Center en de Joint Security Operations Center, waar we gezamenlijk zowel voor klanten als voor intern en mensen zoals Volkert en Johan, de werk waar ze mee bezig zijn, is zo bloody cool. Ik barst van het trots. Dus dat is veranderd. Dus dat betekent dat het makkelijker is voor ons om dat bericht, de awareness te geven aan het bedrijf, niet vanwege awareness-programma's, maar wegens de mensen die hier op dit onderwerp werken. Want zij zijn de complex factor, zij zijn de verschil. Zij maken het verschil. I'm still working on the Dutch terms. Ik vind het zo schattig hoe Nederlands en Engels door elkaar gaan. Maar je probeert het tenminste. Heel veel Engels en vooral Amerikanen komen gewoon binnen. En dan moet je maar meekletsen. Maar je doet het tenminste. Je noemde net Oscar. Ik had hem als eerst over hem gelezen in de krant. Oh. Hij had namelijk onthuld dat waterpompen van Veren, die stonden gewoon online. Zo van, hé, dat is kwetsbaar. Mensen, doe daar wat aan. En dat is dus... ethisch hacken. Ja. He, dus hackers, dan denken mensen wel eens, oh, dat zijn, die doen allemaal kwaaie dingen. Nee, er zijn ook heel veel gasten die aan de good side zitten. He, die laten zien van, hier zit een lek, dames en heren, let op, er moet wat aan gedaan worden. Jullie hebben ook heel wat ethische hackers in dienst. Ja, hè? Maar als ik heel even één ding mag zeggen, dat is ook één ding wat, qua culture shift, wat wij hebben. Dus de term hacker, 2 jaar geleden bij KPN, was van vrees. Dat was, oh crap, dat is weer een code rood. Maar nu... we omarmen het niet alleen. Het zijn niet alleen knuffelhackers. Het is ook een source van trots voor het bedrijf. Waar wij in ons jaarverslag heel prominent duidelijk maken dat wij hebben een team, dat heet de KPN Red Team, die weer naar de Cyberolympics is gegaan. Die weer allerlei coole dingen doet. Ja, want inderdaad, de Cyberolympics. Er was, even kijken, we hebben een mondiale competitie, 2 keer derde geworden. En een Europese competitie zijn jullie 1e geworden. Hè? Ja. Je had er nog een, oh ja, hier zien we ze trouwens, dames en heren. Dat was een foto die heb je geloof ik zelf genomen en op Twitter gezet. Ja. En daar zijn ze dus. Je was er zelf ook bij die Cyberolympics. Hoe gaat zoiets? Nou, dit jaar was het iets frustrerend, omdat die jongens hadden netwerkissues. Maar hoe het gaat is, je ziet gewoon heel veel jongens die heel gestrest, maar heel geconcentreerd achter hun pc staan. Mm-hmm. Wat je niet ziet, is de weken, uren... de bloed, zweet en tranen van voorbereiding die er allemaal daarvoor heeft plaatsgevonden. Waar we hebben gewerkt aan onze eigen tools. Ik zoek die jongens die dat hebben gebouwd. Maar we hebben gewerkt aan eigen tools. We hebben gewerkt aan methodologie. We hebben geoefend. We hebben urenlang in een kamer gezeten. Terwijl we Barcelona had kunnen bekijken. Ja. Nog een keer aan het oefenen. Dus die jongens hebben gewoon ontzettend hard gewerkt. Ja. Om überhaupt dit te halen. En wat was heel frustrerend tijdens deze Cyberolympics waren de netwerk-issues. Waardoor we niet echt verder konden. Nou, dan ben ik wel benieuwd om er eens eentje te spreken. Nou, dus dames en heren, onze laatste gast van vandaag. Hij is namelijk de teamleader Ethical Hacking. Bouke van Leathem, kom er even bij. Ja, daar is hij. Welkom. Nou, jij hebt volgens mij wel de meest coole job. Ja, jij eigenlijk, maar... bij KPN, bedoel je, je zit met ethische hackers en daar ben jij dan, zal ik zeggen, de leader van. Hè? Je stuurt die jongens een beetje, of nou ja, stuurt ze aan. Je zorgt ervoor dat ze niet al te veel schade maken, denk ik. Maar wat ik wel grappig vind aan jou, je bent historicus. Ja, ja. Je hebt helemaal geen IT-achtergrond. Nee, afgestudeerd op een onderzoek in Pompeii. Ja, klopt. Ja. Oké. Ja. Nou, over sporenveiligstellen gesproken. Ja. Dat, ja, ik heb een team waar ook allerlei verschillende soorten mensen in zitten. Sommigen hebben echt een hele harde computer science achtergrond. Anderen die, die zijn ook op een of andere rare manier in het vak gerold. Ja, want dat valt me vaak op aan ethische hackers. Ze denken vaak gewoon net wat anders dan andere mensen. Een hoop creativiteit zit daarin en zo. Ja. Hoe gaat het in zijn werk bij jullie? Ja, aan de ene kant heb je een heel gestructureerd proces. Want we hebben natuurlijk een heleboel dingen die we moeten checken. En dat moet je op een gegeven moment gewoon goed inrichten, want het is echt veel. En aan de andere kant, elke keer dat je een app hebt of een website of iets wat je aan het testen bent, dan moet je toch weer alles loslaten en denken van oké, aan de ene kant ga je allerlei dingen aflopen waarvan je weet van oké, dit gaat meestal mis. En dan komt er een punt waarop je gaat denken van oké, maar volgens mij gaat het hier zo mis. En dan verdwijnen ze. Dan verdwijnen ze? Dan duiken ze, man who stare at screens noem jij het. Dan verdwijnen ze in de computers en dan af te hoor je, yes! En dan hebben ze iets voor elkaar. Of, het is een beetje het idee van if we win, we lose. Ja. Als we iets vinden, dan zijn we heel trots en blij op onszelf. Maar tegelijkertijd is het meteen een probleem. Ja. Dus, want hoe ga je om met de rest van de organisatie? Want ik kan me voorstellen, binnen zo'n team is inderdaad yes van we hebben een lek gevonden. Maar ja, het is wel slecht nieuws voor anderen. Hoe breng je dat? Het is inderdaad, het is, aan de ene kant lijkt het heel leuk en sexy. En heb je diep technisch werk. En aan de andere kant is het heel veel rapportage. En heel veel slecht nieuwsgesprekken. Ja, het is niet anders. Ja. Zo van, Edward, we moeten even met je praten. We hebben de Blackphone gehackt. Ja, zoiets. Dat moet je erbij voorstellen, ja. Ja. En dat is soms heel lastig om... Vorige week zei een van de jongens uit mijn team van... Het is alsof je naar een kind op het strand zit te kijken. Die heeft een heel mooi zandkasteel gebouwd. En dan kom je met een emmertje water aan, dan knal je hem omver en zeg je, ja, de vloed komt er zo meteen aan en dit kan er dan met je zandkasteel gebeuren. Daar gaan ze wel van huilen, dat is een beetje hoe ik me voorstellen. Ja. Ja, maar om dat zandkasteel om te gooien, zal ik maar zeggen, metaforisch gesproken, moet je ook op de hoogte zijn van de nieuwste technieken en methodes en aanvalmethodes, lekken, dat soort dingen. Hoe komen jullie aan die kennis? Is het vooral veel zelf uitproberen of zijn er ook gewoon genetwerkt met de buitenwereld? Er zitten heel veel contacten met buiten. Er zijn ook echt mensen die heel actief van alles en nog wat volgen. Iedereen in mijn team wil graag bovenop die kennis blijven zitten en zichzelf daarin ook echt steeds verder ontwikkelen. Binnen KPN, de meeste mensen komen uit een omgeving waar je niet zulke ISP-specifieke apparatuur hebt. Dus dat is voor ons, in feite is het gewoon een geweldige speeltuin. Maar er zitten ook heel veel protocollen en dingen in waar we echt gewoon met de mensen die die dingen bouwen moeten gaan overleggen. Alle documentatie eruit moeten halen en moeten gaan puzzelen. Ja, want dat zit natuurlijk ook een soort spanningsveld in. Kijk, je kan niet zomaar in de wilde weg gaan hacken, want je kan natuurlijk ook dingen kapot maken. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, we proberen sowieso altijd op een omgeving te testen die kapot mag, maar die wel zoveel mogelijk op productie lijkt, omdat je dan een weerspiegeling van de werkelijkheid hebt waar je gewoon je gang in kan gaan. Ja. Als dat niet kan, dan wordt het moeilijker, omdat je toch iets moet aantonen, terwijl je niet wil dat er in één keer 1 miljoen mensen zonder telefonie zitten. Ja. Dat is lastig. Okay. Bouke heeft geloof ik al 3 keer gezegd dat ze aan het protocol houden. Dat geloof ik allemaal prima. Maar er zit natuurlijk een hoop creativiteit, dan wel baldadigheid in. Hoe hou jij ze een beetje in het gereel, die jongens? Nee, dat is een illusie om te denken dat ik ze... Want ik zou t-shirts moeten geven, Red Team, I love structure. Weet je? Dus nee, als er één ding is waar we niet goed in zijn, is er is een structure, er is een proces. En dat vragen ze, dat wil ze. Maar zodra dat die daar is, probeer ze die eerste ontvlucht van dat structure proces. Dat is meer de aard van het beestje. Als je een structuur geeft, als je een patroon geeft, dan gaat er meteen gekeken worden van oké, maar hoe kom ik hier omheen? Hoe kom ik hier onderdoor? Wat kan er kapot aan? Ja. Dat is wat dat zit in jullie wat natuur, we doen. Ja, in de grote boze buitenwereld zijn natuurlijk heel veel van dat soort mensen als jullie. Soms zijn ze 14, 15 jaar. Ze doen de meest idiote dingen. Die willen we allemaal. Ze vinden wat. Ja. Wat doen ze dan? Hè? We hebben bijvoorbeeld een voorbeeld gehad van de KPN modem hackers. Het waren 2 jongens van 14 en 15. Die zagen dat ze de Zyxel modem konden ze hacken. Nou, jullie hebben geloof ik een stuk of 1 miljoen van die dingen verkocht. Wereldwijd 10 miljoen. Die begonnen met een heel voorzichtig mailtje van... Ja, we zijn bang dat jullie oppakken, we hebben iets gevonden. Maar die zijn redelijk goed ontworpen. Hoe gaan jullie om met dat soort... Ja, jongens zijn er bijna allemaal. Ja, het zijn jongens. En dat is ook heel schattig, want ze kwamen er met hun lawyer. Of ze zeiden, wij komen met onze legal... Dus ik dacht, oké, wie is hun legal representation? En wat het blijkt, het was een jongen die part-time rechts studeerde aan Leiden... Ja, goede representatie. En die nog niet afgestudeerd was of iets. Maar het was echt heel schattig, want ze waren echt bang. Ja. Maar dat soort cases die gaan naar onze CERT-team. En we hebben een responsible disclosure proces. En die CERT-team die zijn ook een beetje van die knuffelpartijen. Dus dat, weet je, die hebben ze verwelkomd. En wij zijn er goed omgegaan. En we hebben zelfs met blijven samenwerken, video gemaakt, normale meldingen gedaan. Dus. En ze waren echt heel goed, want zij wilden het ook responsible doen. En Bouke, misschien wil je iets zeggen, maar wij hebben ook vaak responsible disclosures richting anderen. Oh, richting anderen. Dat jullie een lek bij een ander bedrijf of overheid vinden, dat jullie de melding moeten. Hoe gaat het? Nou ja, dat ligt er heel erg aan hoe het andere bedrijf ermee om wil gaan. Ja. Niet iedereen zit op hetzelfde niveau van nou ja, het afhandelen van responsible disclosures. Sommige mensen worden heel defensief, andere mensen die hebben er echt al een beleid voor liggen. Ja. Soms dan blijft het achter gesloten deuren, dus dan wordt er wel iets gefixt, maar dan staat er niet per se bij dat wij het hebben gedaan. Dat wij het hebben gevonden. En ja, zijn sommige dingen die komen gaan of die er al zijn geweest, waar wij inderdaad naar de gemeenschap hebben gezegd van, nou ja, dit is zo'n en zo'n apparaat, er zit deze kwetsbaarheden in. Ja. En het geldt voor alle ISP's die dat ding hebben staan, dus gaat fixen. Okay. En dat werkt over het algemeen wel. Ja, KPN is de grootste telecomprovider, nog wel. Maar dat heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar Nederland toe natuurlijk. Dat als er kwetsbaarheden zijn in de IT-systemen, dat jullie waarschijnlijk ook een van de eerste zijn die dat soort dingen merken. Of niet? Ja, zo voelen we dat wel in ieder geval. Ja. Is het een zware last, die verantwoordelijkheid? Nou. Dat is eigenlijk ook wel kicken, hè? Ja. Oké, natuurlijk. Nou, te zeggen, ga vooral lekker door met hacken. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal boven water weten te krijgen. En ga jij vooral door met jouw fantastische taak als Chief Information Security Officer. Jaya Baloo. Dankjewel. En Bouke van Leathem. Dankjewel. Dank je.